Cacophonie met Peter van der Aar. Midvliet FM 1072 1079 kabel 929 midvliet.nl. Midvliet FM, het laatste nieuws van heel dichtbij. Midvliet FM. Hartelijk welkom bij weer een verse aflevering van Cacophonie. En zo hoorden we Blindfolded, nummer dat opgenomen is door de formatie Bad Crap, die hier nu in de studio zijn. Ze bestaan een jaar of vier, hebben al geregeld op te treden en hebben natuurlijk de fantastische prijs gewonnen in 2012. Waardoor ze eigenlijk deuren hebben laten openen voor zichzelf. Ja. Dit is een eigen nummer, maar als jullie covers spelen, wat voor covers kunnen we dan verwachten van jullie? We proberen eigenlijk van alles wat wils te doen. Dus we doen nummers van Anouk, wat oudere nummers, wat nieuwere nummers. We spelen ook een nummer van Shocking Blue of van Tina Turner. Maar ook wat nieuwere nummers van Paramore of van, noem eens wat. Ja, gewoon nieuwe nummers en oude nummers, rustige nummers, maar ook hardere nummers. Ja. Dus van alles wat eigenlijk, zelfs ook Nederlandstalig. Zelfs ook Nederlandstalig? Ja, we zijn echt van alle markten thuis, proberen we. Oké. Dat zei je? Ja. Zoals jouw programma ook. Dit programma is inderdaad ook van alles wat. Hè? Ik bedoel, er is een Nederlands woord dat heet kakofonie. En dat betekent van alles door elkaar. Dit programma heet kakafonie. Dat lijkt er een beetje op. Zeker niet zonder reden. Nee, inderdaad niet zonder reden. Want inderdaad, dit is ook van alles door elkaar. Ik bedoel, je kunt rustig in het eerste uur een smartlappenzangeres hebben en in tweede uur een hardrockband, bij wijze van spreken. Ja, leuk. Nou, zo groot is het verschil vandaag natuurlijk niet. Maar het is wel een verschil tussen het eerste en tweede uur. En dat is alleen maar leuk, vind ik. Bad Crap gaat nu live spelen. Wat is het wat jullie als eerste gaan doen? Het nummer wat we gaan spelen, dat hebben we gevonden in een titelsong van de film Kick-Ass. Dus daar hadden we dan zoiets van, oh, dat gaan we spelen. En toen hebben we daar weer een akoestische versie van gemaakt. Dus het is Make Me Wanna Die van The Pretty Reckless. We gaan luisteren. Still for you, my love.
gonna die. Make Me Wanna Die, je hoorde de formatie Bad Crap hier live in de Midfleet Studio. Ja, een drietal nummers gaan jullie voor ons zingen. Dat is hartstikke leuk. Hoe is het met optredens? Hoe vaak treden jullie op, zo gemiddeld? Oeh, gemiddeld? Wel een paar keer per maand. Ja, ja. Soms een paar keer per dag. En soms een maandje niet, maar ja, wel gemiddeld een paar keer per maand. Ja, ja. Dat is hartstikke mooi natuurlijk. Ja. Nou heb je vaak een soort van visitekaartje nodig om jezelf te presenteren. Mensen maken dan een cd'tje of zo, of in jullie geval nu een eigen nummer. Maar dat eigen nummer is er nog niet zo lang. Hoe deed je dat daarvoor dan? Ja, eigenlijk moeten we daar Laurens, onze manager, heel erg voor op zijn schouder kloppen. Want die heeft echt kaartjes gemaakt en aanzichtkaarten en weet ik het wat allemaal. En die laat hij overal en nergens achter. En die kent ook mensen die wij helemaal niet kennen. En dan ineens worden we overal gevraagd. Ja, dat is echt zo. Ja, dat zou echt niet lukken zonder hem. Dus, ja. En ik zie hier voor de deur ook een echte Bad Crap bus staan. Ja, mooi is die. Ja, cool, ja. Hè? Ja, waar komt die naam vandaan eigenlijk, Bad Crap? Zo, nou, dan mag ik weer. Ja. Oh, dan mag jij even. Ja, het begin van onze vorige formatie, dat was een samenstelling van Richard en ik. Samen met twee anderen, Alicia en Bjorn. En samen met die letters krijg je Crab. En daarvoor, The Bad, dat is The Band of Tonight. Dat was de band die we ervoor waren. Maar is niks aan. Toen heette het heel toevallig Tonight. Ja, ja. En op een gegeven moment dacht ik, ja, er moet toch echt wel een nieuwe naam komen. En toen was ik nog een jaartje of vier. Nee, grapje. Nee, toen was ik nog 14. Nee, toen op een gegeven moment kwam mijn vader met het idee van, nou, doen we gewoon Band After Tonight. En dan, ja, B-A-T. En ja, daarna was het gewoon heel simpel van, ja, de voorletters van ons. En dat was... Dus het is eigenlijk een soort combinatie tussen ABBA en Prince. Ja. The artist formerly known as Prince. Zullen we het gewoon daarop houden? Ja, het is ook makkelijker. Ja. Ja, sinds kort inderdaad de bus nu. Waar, ja, we hebben ook heel toevallig veel optredens aan de andere kant van het land. Waar we in één keer toch een soort van ontdekt zijn. Wat grappig. Ja, ja, ook, en... ook middels een talentenjacht overigens. We doen daar ook mee aan een talentenjacht. En we hebben daar de voorronde gespeeld in een café. En er waren ja, misschien 6 mensen. Maar we zijn helemaal losgegaan daar. En al die 6 mensen ook. En daar bleken dus toch wel wat belangrijke mensen tussen te zitten. Dus nou zijn we echt gevraagd voor een kermis. En voor een opening van een of andere zaal. Dat is wel leuk om op in te haken. De hoofdprijs van die wedstrijd was een betaald optreden op de kermis. Ja, laat zijn dat wij voor nu 2 mensen gespeeld hebben van de, ik weet niet hoeveel, van de paar. En de overheid is dus een betaald optreden op de kermis. Ja. Alleen zonder dat we überhaupt, voordat de rest gespeeld hebben en uitslag er is, hebben we eigenlijk al een optreden betaald gekregen op de kermis. Dus eigenlijk heeft van ons niet echt wat belang is. Ja, maar het blijft leuk toch? Het blijft zeker leuk. Ja, precies, maar ja, dan zeg ik ook aan de andere kant van het land. Dus ja, dan heb je een bus nodig. En huren is af en toe leuk. Maar ja, dan is net iemand weer iemand voor. En dan, ja... dan gaat het moeilijk. Dus vandaar dat we nu onze eigen bus hebben. Ja, staat wel stoer natuurlijk. Het staat zeker heel stoer. Stoer. Dat vooral hoor. Oké. Okay. Nou, we gaan door met het volgende nummer. Wat gaan we horen live? We gaan het nummer spelen Imagine. No heaven. It's easy if you try. No hell below us. Above us only sky. Imagine all the people living for
say I'm a dreamer, but I'm not the only one. I hope someday you'll join us, and the world will be as one. Imagine no possession. Greed or hunger, a brotherhood of men. Imagine all the people sharing all the world. You may say I'm a dreamer, someday you'll join us, and the world will live as one, and the world will live as one. You're the Imagine. Mooi nummer, wat we uiteraard kennen van John Lennon. En volgens mij zou die trots op jullie zijn. Dank je. We're the Bad Crap met het nummer Imagine. Jullie spelen nu akoestisch. Ja. Dat is natuurlijk anders dan elektrisch. Een nummer wat je net zong, zo Imagine. Kan je dat elektrisch spelen? Want dat is natuurlijk typisch een akoestisch nummer. Ja, dat doen we eigenlijk inderdaad alleen akoestisch. En vorige keer waren we bij Stadsradio Delft. En toen hebben ze gevraagd of we dit nummer wilden spelen. Vanwege alle gebeurtenissen in Parijs die hadden plaatsgevonden. En dat die daarom ook op nummer 1 in de top 2000 stond. Dus daarom zijn we dit nummer gaan spelen. En dat is eigenlijk zo goed gegaan dat we echt zoiets hadden van... wow, dit nummer heeft echt een enorme lading. En toen dachten we, ja, die houden we in. Ja. Dus het is inderdaad een akoestisch nummer die we ook alleen akoestisch spelen. Ik denk dat het ook niet tot z'n recht komt als elektrisch nummer. Nee. Andere nummers speel je natuurlijk wel elektrisch. Die speel je vandaag akoestisch. Ja. Is dat nou een hele ombouw voor jullie? Of zeg je van nou, dat gaat eigenlijk redelijk simpel? Ik kan alleen voor mezelf praten als drummer. Maar voor mij is het echt een hele ombouw. Want in plaats van heel drumstam met allemaal potten en pandeksels en noem maar op, dan ga ik in één keer naar een kleine kist met alleen een snare en een bass. Ja. Dus dat is alleen een boom en de pats. En een beetje het klop-klop aan de zijkant, wat ik zelf moet improviseren. Maar ja, boompatsen, klop-klop is het. Nee, en dat is voor mij wel echt af en toe even switchen. Dus af en toe dan moeten we als thuis oefenen, als bijvoorbeeld even snel tussendoor nog snel voor een optreden wat ook. En dan is het voor mij niet echt oefenen. Ja, het is wel minder sjouwen. Dat zeker waar. Ik ben normaal altijd als laatst klaar met opbouwen en afbreken. En nu ben ik zelf als eerste. Want ja, het is gewoon altijd klaar. Ja, jij bent al. Zo voor mij is alleen nu de hoester om en het aan de raf en dan ben ik klaar. Ja. Ja. Dus inderdaad, ik denk dat het voor mij wel echt een ombouwen. Ja, voor mij deels. Ik had laatst hier een band die speelde ook op een cajon en die had een cajon met een voetpedaal. En die kon dus nog veel meer geluiden eruit halen. Ja. Dat is wel een idee, hè? Het is een idee, ik heb het ook geprobeerd, maar ik vind dit, ik vind het zelf, dat is gewoon persoonlijk, ik vind het lekker om gewoon met mijn handen wat te doen. Dat zal mijn vriendin ook lekker vinden trouwens, maar dat, ik vind het, dit komt voor mij meer tot z'n recht. Ik ben echt nu bezig met de muziek en ik vind met het voetpedaal dan, ik kan echt mijn ding denken. Ja, ik weet niet hoe je drumstel in elkaar zit, de meeste drummers gebruiken hun voet ook bij drumstel wel, maar bij drumstel kan ik niet anders, want het wordt een beetje lastig. Maar bij cajon, ik vind dit gewoon voor mij is het perfect. Dus. Oké, prima. Goed, als mensen meer over jullie willen weten, is er nog ergens een website of zoiets? Of ben je ergens te vinden op het wereldwijde web? Jazeker, we hebben een website en dat is www.badcrap.band. Geen .nl, geen .com, gewoon .band. Dus nog één keer badcrap.band. En dan kom je op onze website en dan vind je filmpjes, wanneer we moeten optreden en contactgegevens om ons te boeken of informatie te vragen of wat dan ook. Wat leuk, een .band. .band. Ja. En je kunt ons ook op Facebook vinden.
Ja, natuurlijk. Uiteraard. Dat hoort erbij natuurlijk. Ja, precies. Ja. Badcrap.band, daar kun je ze dus vinden. En ze gaan nu nog één keer live voor ons spelen hier in de studio. Wat is het derde en helaas alweer laatste nummer? Ja, helaas. Dat is een nummer die we hebben gecoverd van Avicii. We dachten, we doen eens iets heel anders. Het heet Addicted to You. Oké. Just how it happened, I let down my guard, swore I'd never fall in love again, but I fell hard. Guess I should have seen it coming, caught me by surprise, wasn't looking where I was going, I fell into your eyes. My crazy world, like a cool and glancing wave. Before I knew what hit me, baby, you were flowing through my veins. I'm addicted to you. Addicted to you, you're the bad crap hier live in de Midfleet Studio. Ja, bedankt voor de komst. Bedankt dat we mochten komen. Ja, was vet. En heel veel succes verder. Dankjewel. Jij ook. En nou, wie weet, tot ziens. Hopelijk. Ja, nou ja, wat mij betreft kom je nog eens een keertje langs. Ik vind het helemaal leuk. Midfleet FM 1072-1079 Kabel 929 Midfleet.nl Midfleet FM, cacophonie met Peter van der Aar.